Het is voor Ellen Tendamme logischerwijs behoorlijk intimiderend overgekomen. Haar advocate Rut Jager heeft kort geleden een belletje gehad van de advocaat van topcrimineel Rido Taghi dat ze haar verklaring over alibi maar beter in kan trekken. Deze advocaat, Michael Ruperty, heeft echter helemaal niets te maken met de misbruikzaak. Ontzettend merkwaardig dus en het is heel opvallend dat Rut specifiek benoemt dat het hier gaat om de advocaat van Tagi, slans meest bekende en gewelddadige crimineel, zoals zij hemzelf omschrijft. Maar waarom is het überhaupt nodig om in dit verband Tagi te noemen? Hij heeft er toch helemaal niets mee te maken? Rechtbankverslaggever Chris Klomp schrijft daarover op X: Er waren nogal wat mensen die de connectie Tagi en Ali B., die in de rechtszaal door advocaat Jager werd gemaakt, vergezocht vonden. Maar is dat wel zo? Chris stelt dat het niet zo ver gezocht is als sommigen denken. Laat ik zeggen dat er wel wat lijntjes lopen tussen de rapwereld en de onderwereld. Ali B. verklaarde eerder dat klas- en leeftijdsgenootjes een rol speelden in het liquidatieproces in Amsterdam. Die connecties zijn in het verleden ook zichtbaar geweest, meent Chris. Hij plaatst een foto waarop Ali naast de inmiddels geliquideerde Redouan-Boutaka poseert. Geen onbekende in de beruchte Mokro-mafia. Ali heeft dus bepaalde kennissen. Ali B. zei zelf ooit, ik ben echt met de kopstukken van de Mokro-mafia opgegroeid. We komen uit dezelfde wijk en kennen elkaar persoonlijk. De verslaggever vervolgt, productiehuis North Sea Camel had de rechten voor de verfilming van het boek Mokro-mafia. Drie keer raden wie dat productiehuis hebben opgericht, Ali B. en Najib Amhali. Of Ali en Taghi een link hebben is onduidelijk, al dus Chris. Maar, zo zegt hij, welke connectie er ook wel of niet precies is, het is geen toeval dat Jager dit noemde in combinatie met het druk zetten. Inmiddels hebben Ellen's advocaat en Taghi's advocaat een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze opeens allebei verklaren dat zijn belletje helemaal niet intimiderend was. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman op X, laat ik me voorzichtig uitdrukken, het roept heel veel vragen op.